Ja, is het even mooi hier? Ja, is het even mooi hier? Ja, en of het hier mooi is? Ja! Oh jongens, ik moet jullie wat vertellen. Er is een ongeluk gebeurd thuis. Ja, een enorm ongeluk gebeurd. Wat denk je? Mijn vrouw, die wilde dus naar de kapper. Ja, en ik dacht van, waarom ga je naar de kapper? Maar ze ging naar de kapper, want er was eigenlijk niks aan de hand met haar haar. Nou goed, toen heeft ze dus een foto laten zien van een model. En die foto, die krijg je nu even te zien. Nou, kijk even naar die foto. Ja, en nou moet je even kijken hoe dit is uitgekomen bij die kapper. Hier, let ervoor op hoor, daar komt hij. Daar komt hij. Ja. Oh. Ja, ze durft zich eigenlijk niet meer te vertonen. Kijk hier. Ja, kijk. Ze draait. Het is ook. Ja, maar ik heb ineens een hele andere vrouw thuis. Ja, ik weet het niet. Ineens heb ik een soort anarchie van het journaal. Of een soort van. Ja, hier moet je kijken. Een soort van Jenny Arian-achtige vrouw in mijn huis rondloopt. Ik weet het ook niet. En er is dus iets fout gegaan. Want zij is naar die kapper gegaan met die foto. Dan krijg je hem nog een keer te zien, let op. En ja, dan moet je weten, ze volgt dus de cursus basis Spaans. Nou, zie het voor je. Dus zij komt daar bij die kapster binnen. En die heeft dus gewoon in, ja, hokkie-tokkie, heel gebrekkig Spaans uitgelegd van een heel klein beetje eraf. En dat is dus verkeerd begrepen bij de Spaanse afdeling. En gevolg is, dat, ik loop er even omheen, hè. Ik kijk even, hier. Dat is niet eens een bloempottenmodel. Hier hebben de ratten dus behoorlijk aan gevreten. Kijk hier. Nou. Ja. Het ziet er gewoon niet uit. En ze heeft dus al, ja, en dat kan je rustig zeggen. Je hebt er al twee keer heeft ze er al om gehuild, hè? Ja, heel of niet? Erg. Heel ja. Erg. Ja, vreselijk. Ja. Oh, ja. Ja. Maar janken. Zie je? Ze vindt het heel erg. Ja, en dat is wat het is. Nou, vrienden, zo zie je maar. Voor je het weet, heb je een ongeluk in huis.